Na de negatieve publiciteit rondom het privacy-schandaal van Facebook eerder dit jaar is het nu tijd voor positieve nieuws. Facebook spreidt haar vleugels en komt met een serie. Lieke Lamp, jij bent trendwatcher en social media-deskundige. Jij dacht, we gaan het over Facebook hebben, dus ik trek Facebook blauw aan vandaag. Dat werkt als man, geweldig. Heb je er echt over nagedacht, of niet? Nee. Die kleur? Nee, ja, ik heb over kleur nagedacht, maar niet in de zin van dat het bij Facebook... Nee. Nee, maar goed. Fijn. Waarom een serie en waarom nu voor Facebook? Nou ja, Facebook is eigenlijk heel erg in strijd om de aandacht van de mensen. Samen met Netflix en YouTube is het echt een war on attention. En willen ze heel graag mensen vasthouden. Maar zijn ze dus, een beetje laat al meteen ook? Nou, ze hebben al van allerlei dingen geprobeerd natuurlijk. Het een lukt niet altijd even goed als het ander. Maar nu zijn ze dus bezig met Facebook Watch. Dat is niet een horloge, maar gewoon een icoontje op Facebook wat je aan kan klikken. En daar hebben ze dan series, documentaires. Ze hebben Red Table Talk. Dat is een talkshow. En daar kan je als kijker zelf vragen insturen. Dus heel interactief. Ja. En op die manier proberen ze allerlei eigen content uit op dat kanaal. En nu deze serie, wat voor serie gaat het worden? Ja, het is de serie Limetown. 10 afleveringen, gebaseerd op de podcast, die ook Limetown heette. Die is heel populair, die is 10 miljoen keer gedownload. Heeft op nummer 1 gestaan in de podcast-hitlijst van iTunes. En is een heel spannend verhaal, ook over 300 mensen die zoek raken bij een neurowetenschappelijk researchcentrum. En een radiojournaliste die dan op zoek gaat naar die mensen. Met Jessica Biel. Jessica Biel gaat de hoofdrol vertolken. Ja, precies. En die gaat hem ook mee produceren. Heeft ze ook al gedaan bij The Sinner. Daar heeft ze een Emmy Award zelfs voor nominatie voor gekregen. De award zelf die ging naar Regina King. Maar zij gaat het dus ook helpen produceren. Ze gaat de hoofdrol spelen. En ze gaat kijken of ze het zover kan krijgen dat haar man Justin Timberlake ook een aflevering gaat realiseren. Kijk, als trendwatcher kun je misschien inschatten, gaat het een succes worden, denk je? Series op Facebook, of gaat het een beetje als een nachtkaarsje uit? Nou, als een nachtkaars uit zal het niet gaan. Of het echt een groot denderend succes wordt. Ik denk dat het daarvoor te versprokkeld is. Er zijn te veel partijen die het heel graag willen. Mm. Maar het heeft absoluut straks bestaansrecht, dat wel. Meer Facebook nieuws, want ze komen met een nieuwe gadget. Ja. Moet je even uitleggen. Ja, de Portal. Dat is eigenlijk de eerste echte gadget. Ze hebben wel eens een keer een telefoon geprobeerd. Maar dit wordt echt een tablet die ze de mensen gaan verkopen. Die zet je in je woonkamer en daarmee kan je met elkaar contact hebben met beeld, met videobeeld. Dus FaceTime het. Een soort FaceTime. Je hebt geen telefoonnummers meer nodig. Het kan direct. Maar in feite is het hetzelfde idee als Skype of FaceTime of wat dan ook. Het staat in je kamer. Je kan er ook foto's op afspelen, films op afspelen, video's. Je kan er gekke maskertjes over jezelf. Ja, laten we even kijken, want het ziet er ongeveer zo uit, die Portal. Dit is het nieuwste snufje van Facebook. Een tablet waarmee je video-oproepen kunt doen. Als je iemand wilt bellen, zeg je: "Hallo Portal, bel Wietse." Tijdens je gesprek kun je gewoon rondlopen, want de camera volgt alle bewegingen en zoomt en focust automatisch. Terwijl je gezellig in gesprek bent, kun je met een speciale app allerlei geluids- en Snapchat-achtige effecten gebruiken. En met Storytime kan je een heel verhaaltje voorlezen. Mr. Wolf was looking for our little piggies. Leuk zo'n Facebook-camera in je huis, maar het filmt natuurlijk ook alles van je. Facebook zegt aan de privacy te hebben gedacht. De camera kan uitgezet worden en voor maximale veiligheid wordt er een kapje meegeleverd. Ja, geloof je dat ze meekijken met ons, met die camera? Ja, absoluut. Maar dat gebeurt nu al. Want Facebook heeft natuurlijk heel erg onder vuur gelegen om zijn hele privacy gebeuren. Maar er zijn volop apps waar jij nu al gewoon oké klikt, die in de voorwaarden hebben staan dat ze via jouw camera willen meekijken. En wat zijn dat voor apps dan? Dat is wel... kijk, apps als bijvoorbeeld Instagram of Skype, dan vind je het logisch dat ze je camera moeten gebruiken en in je fotoarchief moeten neuzen. Maar er zijn ook shopping apps of spelletjes, game apps, die dat helemaal niet nodig hebben, maar waar jij dat toch vrolijk aanklikt van dat is prima, dat je mee kan kijken. Dat ze gebruiken ook dan? Ja, precies. Dat is ook wel interessant. Data is het nieuwe goud. Dus kijken wat voor persoon je bent, wat voor spullen ze je kunnen aansmeren. In allerlei data. Het begint een beetje rood te worden, Bart. Heb je wat te verbergen, of niet? Ik zit alleen maar te denken, ik zit heel vaak op mijn telefoon als ik op de wc zit. Ja. Dus dat wil zien ze. Nou, dus dat wil zien ze naar te kijken. Nou, de playrollen worden aangeboden als poppen. Met alle respect, ik denk dat je niet zo super interessant bent. In die zin zeker niet. Dat zou meer zijn voor hackers, die dan bekende Nederlanders verschut zouden willen zetten. Maar dit is meer gewoon vanwege de data. Dus wel kijken hoe vaak jij naar het toilet gaat. Dat soort... Je wil het toch weten. Ja, je wil het toch weten. Lieke Lamp, social media deskundige en trendwatcher, bedankt voor je komst. De Amerikaanse